Mark, goedemiddag. Hoi. Hoe is ie? Ja, kom verder. We zijn in het katshuis. Ja, ik voel me onmiddellijk thuis natuurlijk. Ja, is... Kijk, daar zien wij staan, dames en heren. Kijk. Op die trap daar, de gedeputeerde. Economie is buitengewoon belangrijk. Dat is de basis voor alles. We moeten zorgen dat we economisch bijblijven. We moeten ondernemers de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Nationaal en internationaal. Klimaat, ook belangrijk. We moeten bezig met klimaat, maar we moeten dat wel verstandig doen. Met draagvlak en zorgen dat het betaalbaar blijft. Wat een vies weer, hè? Ja. Heb je mijn crisis wel tegen, toch? Waar ik me hard voor wil gaan maken is recreatie en toerisme en economische ontwikkeling. Ja. Ik vind het belangrijk dat we in Friesland een mooie provincie blijven, dat we dat gaan houden. En ontwikkelingen mogelijk maken, ook voor de generaties na ons. Waarom is het zo belangrijk om voor de waterschappen ook naar de stembus te gaan op 20 maart? Eigenlijk hebben we het allemaal kunnen zien vorig jaar zomer. Een verschrikkelijk hete zomer, hoe belangrijk de waterschappen zijn. Het is de oudste bestuurslaag. Ze doen dingen achter de schermen. Maar we hebben allemaal gezien met die vreselijke hitte. Schoon drinkwater, genoeg water. De boeren konden blijven sproeien. Dat doen deze mensen. Je hebt economie, je hebt natuur, recreatie. En soms lijkt dat een tegenstelling. Maar we zijn hier allemaal in deze prachtige provincie. We moeten allemaal met elkaar door één deur. En het wordt een uitdaging om dat voor elkaar te boksen. Nou, ik denk dat we moeten strijden dat de dijken in elk geval op goed niveau blijven. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk voor alle inwoners en zeker ook voor de bedrijven. Ik wil me graag hard maken voor het openbaar vervoer in Friesland. De openbaar vervoersverbindingen binnen Friesland zijn niet altijd even goed. En ik vind dat jongeren die vaak geen auto hebben, toch overal naartoe moeten kunnen gaan. Dus het wordt openbaar vervoer. Ik wil me heel erg hard maken om de tegenstelling tussen dorpen en steden, dus het platteland en de steden van Friesland, om dat zo goed mogelijk op te heffen en daar goed voor te zorgen. Gaat u ook stemmen, los van of de VVD, gaat u ook stemmen op 20 maart Provinciale Statenverkiezingen? Ja, ik denk wel dat we gaan stemmen. Jawel, want anders is de stem ook maar... Gaat u ook verloren, hè? Ja. Noem eens één ding waar jij je nou heel hard voor gaat maken de komende 4 jaar. Ik ga me heel hard maken voor de Lelylijn. Dat is het doortrekken van het spoor uit Duitsland, van Groningen richting Lelystad, via Drachten en Emmeloord. Dat is waar Noord-Nederland op zit te wachten. En dat is niet alleen goed voor Noord-Nederland, het is structuurversterkend voor heel Nederland, want wij zijn niet een probleem, maar wij zijn een deel van de oplossing voor de Randstad. We worden nu geblokkeerd door de catsfood. Kun je niet door het gras? Ja, terwijl Omroep Friesland aan het filmen is. Dat is gewoon VVD in door het gras rijden, dat gaat niet. Afine, noem eens één ding waar jij de komende 4 jaren hard voor gaat maken. Bereikbaarheid van het noorden. Daar valt er alles mee. Willen wij ons kunnen blijven ontwikkelen, dan moeten we gewoon bereikbaar zijn. En beter dan nu het geval is. Waarom zijn die doeners zo belangrijk? Ja, weet je, omdat daarvoor is waarvoor ik in de politiek zit, waarom Klaas in de politiek zit, waarom we dit doen. Leven de doeners. Ja, leven de doeners. Zullen we opplakken? Ja, zo is het. Maar moet je zo denken, anders anders zie je het. Zo. Huppakee. Stijgen in. Gaat er leuk weer af. Hebben net een aantal doeners, vrijwilligers van Obsessie in het zonnetje gezet. Geen was leuk? Ik vond het heel erg leuk. En het bijzonder om te horen dat die samenwerkende musea, dat er nu zo'n 200 vrijwilligers bezig zijn. Die hebben natuurlijk ontzettend druk gehad met culturele hoofdstad. Maar het blijkt ook nu weer dat er tentoonstellingen zijn die ook alweer uitverkocht zijn. Je kreeg bij de kaasboer, kreeg je kaas en worst. Ja. Kijk eens. Bekend gezicht. Traditie. Geweldig. Hoe is het met u? Als je hier bent, dan moet je hier zijn. Ja, daarom. Dit is de zuivelhoeve. Je moet er zijn. En wij dachten dat het misschien wel goed is om een beetje Friese nuchterheid de fractie in te brengen. Dus absoluut. Als je dat nou in Den Haag morgen eens even... Ik ga dat daar eens even uitdelen. De clan mee. Wat gaat de eerste? Wat gaat de eerste uit de verpakking? Kaas of worst? Ja, ik denk eerst de worst. Eerst worst? Ja, die is makkelijker te eten. Die kun je zo eten zonder brood. En kaas moet er een beetje netjes afsnijden. Mark, dankjewel. Ja, geweldig. Leuke middag gehad in Leeuwarden. Hele leuke middag gehad. Geweldig. Een paar prachtige mensen ontmoet. Ja. Maar waar je met z'n allen toch een beetje van moet hebben zijn de doeners. Die zich inzetten voor anderen. Die zich realiseren dat ze niet alleen op de wereld zijn. En om dat een beetje te onderstrepen. Wat jullie allemaal doen ook als vrijwilligers. Nou, kleine zesde. Ga alsjeblieft stemmen. En ik zou zeggen van denk goed na. Ga naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. En dan kom je bij de VVD uit. Ga daarom stemmen. Mooi, dit was een middagje Mark Rutte in Leeuwarden, Friesland. Eén ding is belangrijk, hebben jullie allemaal gehoord. 20 maart, stemmen voor de Provinciale Staten. Stemmen voor het waterschap. Heel belangrijk, want het gaat ergens over voor een mooier Friesland. Doei Mark.